Hey, welkom bij deze video. We zijn op het vliegveld in Düsseldorf. En we hebben onze mankpoot erbij. Je was van de trap geflikkerd, toch? Ja. Oh jee. Maar het gaat weer, hè? Ja. De brace. We zitten alvast bij de gate. Het is bijna 6 uur. En we hebben een lekker biertje, jongen. Oh. En? Koffie en cappuccino. Houd hem recht, hè? Ja. En misschien zie je het aan de titel, maar we gaan weer naar Eftalia. Net als 5 jaar terug, of afgelopen 5 jaar. Dus gaan we kijken wat er wel veranderd is. Ja, dit is nog leeg. We hebben boarding complete gehoord, dus iedereen is binnen. Dus we zijn gewoon gaan zitten. Hi. We zijn in de take-off positie. Kijk, wat hij me zegt. Up in the air, I want you to jump. Jump. Like you trying to get stuck in it. In the air. We zijn er bijna 2,5 uur al in de tiefste bus. Long Beach, we zijn er bijna. Hier is stal, kijk, een grote marine. En hier is village. Dit blok heb ik al een jaar gezeten, alleen best wel dicht. Daar is de straat, en dan kan je zo rechts. Je hebt hier allemaal van die vruchtjes. Ik weet niet wat het is. Ik denk een limoen of zo. Hallo. Hallo. Kijk eens in de badkamer. Oh, nog één. Hallo. Goh, kunnen we dit nog helemaal uit de knoop gaan doen? Nee. Ik ben wel romantisch of zo, maar het is weer een dag later. Echt? En we hebben al gegeten. Dus jullie hebben eigenlijk 1,5 dag gemist. Zoiets. Kijk. De meisje ziet er heel mooi uit. Helemaal veranderd hier. Hoi, wij gaan spelletjes spelen. We hebben de EQ-test voor ons en de mastermind. Spannend! Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. You need a man to keep you down. Down, 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 down. Girlfriend, you gotta learn to fight. Wat is? Ik heb een tas gekocht. Oh, wat leuk! Hoi, de volgende dag naar de eten! Zijn we terug van het eten? We gaan lekker zwemmen bij het eiland. Dit is het uitzicht onder water.
Ik heb dus een trucje dat je plat op de bodem kan liggen zonder dat je meepaddelt met je handen. Moet je lucht uitblazen. Want dan ben je niet, dan stijg je niet op de lucht in je lichaam en dan kan je zinken. Let op, hè. We gaan naar Pirateneiland, het is wel voor kinderen, maar we hebben het nog niet gezien, hè? Nee. Wij zijn echt geen kleine kinderen meer, hè? Oh, je gaat al. Hoor je dat? Doe hem, bro. Ja, daar is vorige jaren een wafeltent. Maar daar zit nou een betaalde Starbucks. En de wafels die heb je nou hier in die grote restaurants van de vier. Weer een nieuwe dag. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, mij ook. Deze zo goed verzonnen, die heb ik nog nooit eerder gehad. Het enige wat Rens deze vakantie doet, is slapen, Clash of Clans spelen. Wat nog meer? Niet veel meer. Hi! Olly. Nou, liggen we dan op de stoel. Dat is best koud. We liggen lekker in de schaduw vandaag. Want zoals je kan zien, we zijn nog steeds gruwelijk verbrand van gisteren. Nou ja, ik het al een beetje. Dus kunnen we even helen vandaag. We hebben toch nog, want we gaan 12 dagen. Dus we hebben toch tijd om bruin te worden. Dus heeft onze lichaam een keer rust. Nou, we gaan zo wel nog een keer even lekker de zee in nog. Kijk eens even. Onder water, als ik onder water ga, hoor ik allemaal geknetter. Ik weet niet wat dat is. Ik heb dat al opgezocht, maar geen idee. Moet je eens luisteren.
Pauze. Toch? Ik had het niet eens gezien, ik ging er bijna op staan. Wat is hij nou? Hier, kijk eens even joh. Gewoon een schildpad. Kijk dan joh. We hebben weer een nieuw tentje gevonden om te eten. Ja. Kijk, lekker bij het steen. De schaduw. Kijk, kan je daar allemaal eten halen? Broodje kebab hebben we. Ze hebben wel zuinig gedaan, maar ja, toch lekker. Er is iemand te klein en hij laat de band boven staan, maar niemand ziet dat. Dus die ga ik pakken. Zonder te wachten door een keer, jongen. Hey, kijk, daar is hij. Dankjewel. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And mensen, we hebben hier ook gewoon wilde tijgers, hè? Moet je eens kijken dan. Moet eens kijken. Hap, hap. Nou, kom, we gaan eten. Het is al 8 uur, hè? Ja, dat komt allemaal door jouw spelletjes spelen. Oh, mijn bloons. Ik heb level 100 gehaald met chimps. Het duurde heel lang. We gaan weer naar de... Mert. Mert? Nee, naar de bazaar. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ja, daar is het al. Hoi, tunneltje. Lekker bukken. 1,80 meter. Ja, ik heb een paar dagen niet gefilmd. Ik denk 2 dagen niet of zo. Maar het is nu avond, vrijdagavond. We zijn hierboven, zijn ze weer aan het... Wat komt hier aan je? Thomas de trein. Kijk, daar gaat er al heen. De zipline. Je hebt hier allemaal een heel klimbosje. Nou lopen we langs de minidisco, hè? Ik dacht dat we daarheen gingen. Ja, maar even zo kijken, want hier zijn we nooit geweest. Dat klopt. Minigames. It's real. Ja. Oh, jouw nieuwe tas. Ja, it's real, real. Ik weet niet of dat we die al hebben gefilmd. Dan kan je gewoon om 4 assen of zo, 3 of 4 assen. Dan ga je echt net zo'n astronautenstoel, joh. Oh, foto.
ze hebben hier avondje live muziek vandaag op de Square. Ze noemen ze dat hier. Lijntje. Wat is? Oh, die gekke sokken van jou. De homo's. Allemaal homo-kleuren. Toch? Nee, PSV. Really? Really? Yeah? Really? Really? The ball is not fake? Yeah. Not fake, it's no, really. Everything is not fake hier. Kijk eens, one piece, 15 euro. Okay, dit is allemaal gewoon bij ons op het island. Hier hebben we ook wifi en zo. Ja, allemaal neppe zooi kopen. Hier, Mercedes petje, Gucci pet. Nog deze Gucci, what the fuck? Welke maat zou dit zijn? 22. Ja. Hoe ik hier altijd naar die kleren kijk, ik ga gewoon altijd een beetje rondkijken en dan komen ze al gelijk op je af natuurlijk. En dan ga ik gewoon vragen van ja, hoeveel is het? En in mijn achterhoofd heb ik al, wat wil ik er maximaal voor uitgeven? En wat is de prijs, ja, wat gewoon chill is voor je, zeg maar. En dan ga je een beetje kijken van, stel, want ik had net een tasje gezien. Ik had in mijn hoofd, nou, tientje vind ik het wel waard. En dan zegt hij 15. Oké, dan ga ik even verder kijken, want misschien hebben ze mij ergens anders goedkoper. Maar ik heb er al 3 gezien van 15, dus dan moet je op een gegeven moment je prijs verhogen of je moet gaan onderhandelen. En het belangrijkste is, je moet uitgeven wat je het waard vindt. Je hoeft niet te veel te betalen, want je hebt overal kleren hier voor heel weinig geld. Je hebt hier nog een hele mooie spa. De modderbad, visjes, die eten dan zo helemaal de eelt van je voeten af. Ja, yeah, leuk hè? Hallo. Hoi. Ja, ze stillen deze denk ik. Hallo? Hoi. Oh ja, ik heb instellingen aan. Mooi hè? Oh, in de zee. We hebben wat mooie foto's gemaakt met night photo modus. Ja, leuk. Dus, dan zie je dat de zee door die golven dat beweegt, dus daar wordt helemaal zo wit wazig en dat lijkt net mist. En dan zit je daar zo in de mist op een schommel, mooi hè. Een paar dagen in de week heb je hier een groot feest, waar ook de schuimparty is. De schuimparty was vandaag, maar die hebben we gemist, of gisteren moet ik zeggen. Oké, ik neem even de vlog over. Rens is plassen. Want zeiken doet hij onderdag al. Nee, dat is een grapje. Oké. Oh, daar gaat iemand. Hier zijn dus alle glijbanen. Maar we zijn van allemaal zijn we al af geweest. Dus dat is wel leuk. En daar is de ijskoboer. Ergens hier in dit water ligt ook mijn enkelbandje. One beer en one cola. Jongens. Ik heb mijn telefoon even op het weer even gerefreshed, kijk hè. Het is nu 29 graden en het voelt als 36. Het is ook echt benauwd plakkerig weer, ik zweet overal. Echt, ga lekker douchen dadelijk denk ik. Zo, op mijn kamer. Ja, eigen klantje, kijk. Charmant. Gaan we morgen doen? Met Mert. Met Mert? Ja. Oh, gezellig. Dat is hier om de hoek. Morgen is zondag. Net als jaren geleden heb je hier om de hoek toen mijn GoPro liet flikkeren. Had ik in die filmpjes toch laten zien toen. Toen was ik helemaal bang dat hij kapot was. Hé, hey, ze Olly. Kijk. Ze Olly. Lief is je, yeah, Olly. Maar in ieder geval, hier om de hoek is een mert. Oftewel markt op zijn Nederlands. Zo. Sorry. Ballen mijn oog. Oké, moet ik daar even huilen als ik mijn camera wegleg? Zo. Vol omhoog, joh. Met een teringzooi. Godverdomme saboteur, hè? Het is real, hoor. Ja, real, heel real, goed. Real. Oh, nee, Ralf, Laura. 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 Sorry. Kusje erop. Oh. Oh. Goedemorgen, we gaan weer naar het eten. Het is wel bewolkt vandaag. Nou ja, daar niet. Daar ook niet. Daar wel een beetje. Dat maakt niet uit. Want we gaan toch naar de markt, hè? Rens heeft limonade gehaald.
Dan komt hij aangelopen. Hij is nog een beetje moe. Kijk, hier zijn onze glijbanen. En als het goed is hier zo rechts, begint de markt. In ieder geval vorige keer. Zie je, op het pleintje is het. Yes. Oh, waar heb je van? Holland. Holland? Ja. Mooi, check it out, check it out. Hey, kom je hier? Nee, hoeft niet. Nee, hoeft niet. We gingen net op het kameel rijden. Hij zegt, oh leuk voor foto. Klimmen op dat ding, weet je wel. Hij zegt, voor niks, foto. Dus wij klimmen erop. We hebben een heel rondje gereden. En dan vraagt hij ineens, 30 euro. We hebben hem gewoon 7 euro gegeven. Dat wouden we sowieso wel doen voor de service. En ik zeg, houdoe. Het is goed met hem. Het is hier nog erger als op de bazaar, hè, dat ze naar je toe komen. Ik krijg gelijk van alles in je handen gedrukt wat je zou moeten kopen. En, het is allemaal voor niks, zeggen ze, maar het is nog steeds heel veel geld. Ik had net een Kroatië shirtje gevonden, alleen dat was één maat te klein, dus dat is wel jammer. Maar dat betekent dus dat ze op de markt hebben ze er meer. Ik heb ze in die winkeltjes overal gezocht, maar niemand had ze. En nu zag ik hem liggen. Ja, dat is mooi, want het is een Brabantse vlag. Daarom koop ik die. Nou, twee keer ik zelfs, dus ook te groot, maar ze hebben hem overal. Heel raar, in de winkeltjes liggen ze niet en op de markt wel. Dus we gaan even zoeken hier. Kijk, daar is een Brabantse vlag. Nou, hij won tientje te weinig. Dus dan gaan we verder kijken, iedereen heeft het toch. Komt echt geen eind aan, joh. We zijn al aan de hoek omgegaan. Heel dat plein vol met markt. Hoho. En allemaal zijgangetjes, leuk hè. Hey, liggen we weer. He? Heerlijk weertje. We gaan even eten halen, want het is al etenstijd geweest. Het is nu een uurtje of één. Dus ik heb al honger gekregen weer. As the leaves start falling down. Oké, besef, dit moeten we dus iedere keer lopen. Dat we bij een glijbaan aankomen. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van die trappen die je thuis hebt. Kijk hoe leuk. Te bikken. Ze hebben dus, als je verder loopt bij, dat was eerst voorgaande jaar ook, een soort van pannenkoek maken ze helemaal zelf met zo'n stok. Daar doen ze het helemaal mee uitrollen. En dat is tering lekker. En dat doen ze dan op zo'n hete plaat. En dan wordt dat gaar. We zijn vandaag lekker op tijd klaar met eten. Het is nu 8 uur. Normaal komen we er pas, want dan is het wel rustiger. Om 7 uur gaat iedereen als een mongooltje allemaal lekker in die rij staan. En dat is verschrikkelijk. Ik wacht wel liever even. Dan hoef ik niet in de rij te staan, hou ik niet van. Ja, winkelen. Winkelen, alweer. Deze meenemen of deze laten hangen. Die is lekker zacht. Hier, kijk, daar gaat hij weer. Gaat iemand ziplinen? Oh. Ja, awesome, twee.
elke avond is. Dat is een DJ optreden. Kijk eens voor onze familie. Kijken of ze het nog herkennen. Waar zou dit zijn? Nou, we komen een winkeltje binnen voor een shirtje. 28 euro, hè? Red Bull shirtje van de race, weet je wel. Dus op een gegeven moment zeggen wij, nee, we hebben al eentje gezien voor 12 euro in het andere centrum. Dus nee, ging allemaal niet. 20 euro moest hij dan ineens hebben. Dus ja, 12 euro, wel gaan we daarheen, hebben we hem daar, toch? Dus op een gegeven moment ging nog 18 van maken, dus ik liep het winkeltje uit, zegt hij 15. Dus ja, wij liepen gewoon weg. Dus hadden we op een gegeven moment hadden we nog iets anders gekocht. Komen we weer terug, want we moesten naar de uitgang. En in één keer, joh, prijs, 12 euro is goed. En we was nog voor 12 euro. Terwijl, ja, daar hebben we hem helemaal niet voor 12 euro gezien, maar dan moet ik gewoon bluffen. Nou, we hebben dus voor iedereen nu een cadeautje gekocht. Een Max Verstappen shirtje. Nu gaan we even een cocktailtje drinken. Ja. Lekker. Ja, we hebben dus een of andere outlet gezien. Wel een echte. Kijk, deze heb ik gekregen. Je weet dat ik die heb gefilmd, maar dat je die niet hebt gekregen. Een echte Louis Vuitton. En kijk, dat zijn dus allemaal spullen wat ik gekocht heb. Ja, niks van jou. Of wel? Nee, volgens mij niet. Is het waar? Ja, het is proeven. Wel zoet. Dit is een blote vrouw met tieten. Kijk. Ja, ja, dat is een blote vrouw met tieten. Dat wou ik net zeggen, maar het is zuur. Er zit genoeg citroen in, zeg maar. Wel lekker. Volgens mij had ik aan het begin van de vakantie gefilmd dat al deze huisjes gewoon zo'n pallet hebben met alleen maar waterflesjes. Hij was aan het begin van de vakantie was hij nog vol, nou is hij gewoon bijna leeg al. Hè. Dat is gewoon binnen anderhalve weken jagen ze per huisje gewoon zo'n pallet met water doorheen. Niet te zuinig. Ja, wij vatten ook weer een hoop flesjes natuurlijk. We zuipen het allemaal op. De schuimparty gaat beginnen op het strand, kijk. Ik heb een mooi boek. Het is een aanrader. De laatste dag. De officiële dag. Ik ga lekker glijden. Zij wil niet mee. Dus daar ga ik alleen. Zij wou ook alvast online inchecken, want dat kan al. Dus nou, als ze dan toch niet mee wil, ging ze dat doen, zei ze. We gaan op avontuur. Je hoort het. We gaan onze koffers wegen. Wat ik
wetenschap heet was. Ja. En ik zei nog, wat moet je meenemen, dat ding. Wat neemt ze niet mee? Dat ding. Kijk, dan moeten we lekker 2 euro gaan verspillen. Zonde. Zo'n ding kost 2 euro. Gaat uw gang, mevrouw. Dan op om. 2 keer. Ja, dan wacht tot die 0 is. Ja. Dan je koffer erop. No. Nooit. Huh? Oh. Wacht, heel snel. Heel snel. Oh. Weet je wat dat betekent? Ik heb gewoon 2 kilo minder. Ja, je hebt ook kleren weggedaan. Hey Rens, wat gaan we vanavond doen? Winkelen! Nou, we zaten hier weer en hij heeft weer iets moois gemaakt. Ja. Met allemaal bloemetjes. Nou, we hebben een echte looftafel. Hier stonden allemaal glazen van mensen. En hij ging dit gewoon versieren voor ons. Lekker. Kijk eens. Oh. Ja. Mooi. Wil je een foto maken? We zijn klaar met eten. Mom. En ze hebben hier van die hoedjes neergelegd en drinken. Maar er is oprecht nog helemaal niemand geweest die aan deze tafel kwam voor zijn spullen. Waarschijnlijk is het gewoon vrijgehouden voor dit soort leuke dingetjes. Oh, mooie zonsondergang daar in de verte. Al lang voorbij, maar we gaan de laatste avond winkelen. Doei warmte!